En vind je hem goed? Ja. En beter als die vorige? Hij is wel iets groter. Maar wel, hij zit wel beter. Wat vind jij? Ik vind het wel mooi. Zo, ik zie er niet uit vandaag, man. Het is nog vroeg. Ik moet gaan voetballen. Vandaag is dan mijn laatste voetbaldagje. Ik moet best veel opgeven voor een wereldreis, moet ik eerlijk zeggen. Na 22 jaar, denk ik, zeg ik voor het eerst dat ik stop met voetballen. Ik vind het wel echt jammer, maar ja. Voor wat hoort wat. Laatste game maar met de boys! Hey! You know! Tadam! Erdogan! Nou, gisteren was best wel een spannende dag. Omdat ik gisteren op werk aan een jongen heb verteld dat ik ontslag heb genomen. Ik werk met jongeren met diverse problematiek. Het is een 24-uur zorg. Dat betekent dat je heel erg intensief bezig bent met die jongeren. En daardoor bouw je ook een bepaalde band op. En daarom vond ik het ook echt lastig om te vertellen. Ik was ook echt een soort van zenuwachtig. En blij voor me. Alleen, ze vonden het zo jammer dat ik wegging. Ze zeiden ook bepaalde dingen dat ik dacht van, wow, ik wist niet dat ik zoveel, dat ze zoveel waarde aan me hechten. En dat heeft mij wel echt een goed gevoel gegeven. Dat heeft mij ook een gevoel van waardering gegeven. En hier doe ik het voor. Ik wil de jongeren vooruit helpen. En als ik dan dat te horen krijg, ja, dan denk ik van, ja, heb ik mijn werk de afgelopen maanden echt wel goed gedaan. En het is gewoon heel dubbel. Ze hebben me een hele goed gevoel gegeven. Aan de andere kant is het toch wel ergens een schuldgevoel. Terwijl dat je dat eigenlijk niet hoeft te hebben. Maar ik heb dat wel gekregen. En vooral bepaalde jongeren hadden me echt geraakt met wat ze zeiden. Hele positieve dingen over mij. En ja, man. Het is begonnen en dit zijn dingen die erbij horen. Als je wilt doen wat je echt wilt doen, horen er bepaalde keuzes bij. En die keuzes zijn niet altijd even makkelijk. Maar uiteindelijk ga je wel doen wat je wilt doen. Dus ja, man. Aftellen is echt begonnen, man. Zo voelt het als je weet dat je de komende paar maanden niet meer gaat werken. Ik ben blij. Ik ben vrij. Vandaag heb ik mijn laatste dagje gehad. En we gaan gezellig eten. Oké, droog. Vanaf vandaag zijn we allebei officieel werkloos. Als je het zo moet noemen, we zijn werkloos. En weet je, ik vind het niet eens erg. We zijn vandaag toeristen in onze eigen stad. Heerlijk. Wel lachen. Ik ga je missen, man, bro. Ik mis je nu. Tjala's. Fijne reis, veel plezier, jongens. Fijne reis, wel plezier. Is hier? Ja. Geniet ervan. Ik ga toch weer naar de meer. Ik heb hier samen. Gezellige plekken te zoeken. En gewoon geniet ervan. Niet van wat hier niet is. Nu is het gaan. Hoi, Lisa. En Illy. Ik wens jullie heel veel succes met jullie reis en uitkijken voor de giftige reis. Ik wens jullie heel veel plezier. Geniet van alles. Kom bij ze terug wanneer jullie terugkomen. En als er wat is, je bent er zo, hè, Lisa? Kijk uit hier. Altijd samen uit en samen thuis. Geniet ervan en kom heus terug. Veel lobby, veel sterkte, veel plezier. Ik hoop dat je veel leuke avonturen gaat meemaken. Plezier en kom heel hard terug. Doe je best daar. Kom in ieder geval alsjeblieft terug. Kom ook snel terug.
Ik wens jullie nu al heel erg en ik hoop dat jullie daar vinden wat jullie zoeken. Heel veel geluk. Let op elkaar en zorg goed voor elkaar. En misschien komen we wel op bezoek. Ja, sowieso. Ik sowieso. Nou, ik was sowieso op bezoek. Ja. Rustig aan. Ik ga jullie missen. Later. Heel veel plezier daar. Geniet ervan. En ja, hopelijk tot in Vietnam. Hili, Jalisa, veel plezier, Sampjes. Maak er wat leuks van. Ik kom heel erg terug. Miss me. Ja, ik ga je echt doen. Pas goed op elkaar. En wees lief voor elkaar. Ik ben Lisa en Lisio. Ik wens jullie een hele goede reis en dat jullie het heel leuk gaat krijgen en dat jullie ja, veilig terugkomen. Terugkomen, hè? Ik ook voor jou, Frik. Ik ga helemaal missen. Ik krijg een kusje op mijn mond. Lieve Ili en Jalise, ik wens jullie heel veel plezier op wereldreis. Geniet ervan. Doe leuke dingen, maak mooie herinneringen, leuke foto's en ik ga jullie super erg missen. Geniet ervan, let goed op elkaar. Ik hou super veel van jullie en tot snel. Nou, hallo Ili Show en Jalisa. Nou, jullie gaan op wereldreis en ik wens jullie een hele fijne lange vakantie. Pas goed op elkaar, zorg goed voor elkaar. Ik hou van jullie en kom gauw terug. Muah. Ik wens jullie heel veel plezier met elkaar en veel fijne reis. Doe voorzichtig en laat je niet vastzien. En dikke knuffel. Afgelopen zondag hebben we een gezellig feestje, festival gehad, open air geweest. Gisteren hebben we onze afscheidfeestje gehad. Het was een beetje druk, dus we zijn eigenlijk vergeten te filmen. Om te laten weten dat we onze afscheidfeestje gingen filmen. En we hebben het heel erg naar ons zin gehad. Het was wel echt heel druk. En het waren allemaal echt dichtbij zijn vrienden, ook wel sommige familieleden. Het was echt intens, maar wel leuk. Ja, het was leuk om iedereen weer bij elkaar te hebben. Het is jammer dat er iets moet gebeuren, dat je nog met z'n allen kan zijn, dat iedereen weer bij elkaar komt. Het is niet meer vanzelfsprekend, maar het was een leuke dag. We hebben gelachen, gehuild met z'n allen. Gewoon hoe het hoort te zijn. Het was gewoon leuk. Het was echt leuk. Maar we zijn echt moe, man. We zijn super moe. Super krokant, man. Super krokant. Maar nog hoeveel dagen? Nog 5 dagen te gaan. 5 dagen en dan kunnen we... En we out. Ik ga mijn kleren sorteren. Yo, 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 yo! Ik ben even mijn camera aan het opruimen, man. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Ik ben al een paar dagen bezig met kleren weggooien en alles. Ik begin nu een beetje aan het einde te komen. Mijn kast is eindelijk leeg en alles. En, het is één grote bende in mijn kamer. Meer dan 20 jassen hier. Ik weet niet wie ik er blij mee kan maken. Hier gaat het dan om. Ik kom nu wel echt dichtbij. Nu de kamer helemaal leeg is, spullen zijn ingepakt. Het begint wel spannend te worden. Japanese, here we come.